millennium doelen opnoemen? Nee. Heel duidelijk. Oké, Flirre, we zitten hier nu in Haarlem op Millennium Dutch. Waarom ben je hier? Omdat ik geboekt ben als DJ. En niet omdat je zoiets hebt van ik wil echt iets goeds doen voor Millennium Doelen en ik wil ook dat armoede verminderen. Dat wil je niet. Je vindt het wel goed dat ze in Afrika zo lijden aan eten. Nee, dat vind ik niet goed, maar ik ben hier niet naartoe gekomen om net als Captain Planet de wereld te veranderen. Nee. Maar ik bedoel, als ik zo naar je kijk, je presenteert ook programma's zoals je zou het maar hebben. Het gaat eigenlijk ook over jongeren die wat hebben en zo. En je vindt niet dat je je daarvoor moet inzetten op een individuele manier. Ik vind zeker dat je daarvoor in moet zetten, maar het is niet zo dat ik me daar elk weekend opnieuw voor inzet. Ik doe het gewoon net als iedere ander, weet je wel. De ene doet het een keer met kerst, de andere doet het een keer, weet ik veel, midden in het jaar. Maar volgens mij doen jullie met z'n allen ook niet elke week. Maar als je dan zoiets... Jij wel. Als je zoiets ziet op televisie van Giro's en weet ik van allemaal, ga je dan geld storten of niet? Nee man, dan ga ik eigenlijk liever zelf ergens heen dat ik met klei en kak een huisje bouw. Dan dat ik mijn geld ergens heen ga storten waarvan ik helemaal niet weet wat ermee gebeurt. Want dat zie je eigenlijk ook weer in Haiti gebeuren. Die mensen hebben geen idee waar het blijft. Nee. Maar als je iets zou doen, wat doe je dan bijvoorbeeld? Heb je wel eens iets gedaan voor een doel? Ben je zo actief? Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet actief op dat gebied. Maar wat vind je dan belangrijker? Wat vind je belangrijker? Nee, dit is gewoon iets. Een goed doel is hartstikke leuk. Alleen, je moet het zo zien, alle goede doelen zijn eigenlijk allemaal bomen en ik zie door de bomen het bos niet meer. En als ik door de stad loop op zaterdagmiddag en er komt iemand naar me toe van een goed doel, dan denk ik persoonlijk, heb je er weer een. En waar gaat jouw geld van liever naartoe? Hamburger. Hamburger? Nee, weet je wat ik veel toffer vind eigenlijk? En dat heb ik in december nog gedaan. In Amsterdam, vlak bij mijn huis, zie ik wel eens een zwerver die ik echt heel tof vind, omdat hij verre van opdringerig is. En dan als ik terugkom van het uitgaan en ik zie hem, dan geef ik liever hem een tientje. Dan zie ik direct waar het naartoe gaat. En wat hij ermee doet, moet hij weten. Drugs? I don't care, moet hij weten. Maar ik vind het veel toffer om zo iemand wat te geven, weet je wel. En hij is echt een toffe zwerver. Maar als je nou bijvoorbeeld zelf door een of andere stad loopt, hij eet hier bijvoorbeeld en ziet die armoede, dan ga je toch ook niet al die mensen een tientje geven? Op een gegeven moment ben je ook van de... Nee, precies, dat gaat ook niet. Moet ik ook zeggen dat ik niet zo vaak op vakantie ga naar Haiti. Maar als ik daar ben en ik kan die mensen blij maken, weet ik veel, met mijn kleding, ja, dan doe ik het. Maar feit is gewoon, ik kan in mijn eentje niet heel Haiti voorzien van geld of van kleding. En wat vind je dan van evenementen zoals dit? Nou, dit vind ik heel goed, want dit is een evenement waarbij het voor jongeren ook nog eens leuk is om wat te doen. En waarbij het dus veel meer is dan iemand die gewoon op straat vraagt, hey, ik geld voor de panda weer. Ja, dus als je zelf scholier was, had je hier ook beslist aan meegedaan. Ook als je ervoor zou moeten betalen. Ja, want dit vind ik wel tof. Ook als je ervoor zou moeten betalen? Ja, dank wel. Ik wil dit maar mijn lijf, maar. Oké, nou bedankt voor het interview. Geen probleem. En succes nog met alles wat je in je leven gaat doen. Vind je mij nu heel gemeen dat ik niet zo... Nee, ik vind je niet gemeen hoor. Maar als je echt een goed doel wilt steunen, als je echt van overtuigd bent. Als er een goed doel was voor de zwervers op zich, zou je dat dan wel doen? Ja, maar ik geef ook wel kleding aan lege zeils. Oké, dus je bent niet heel gevoelig? Nee, ik ben helemaal niet gevoelloos. Alleen, ik denk dat ik eerlijk zeg hoe heel veel mensen zijn. Ja, ja dat daar heb je. Ik kan nu wel gaan zeggen, ja nee man, ik stort op de lieveheersbeestjes, maar die druk ik ook wel eens dood. Oké, nou bedankt voor je openheid.